best oké, toch een beeld. Hallo, friends. Welkom bij de eerste vlog. Dit is awkward. De awkward vlog, nummer 1. Zo awkward. Hoe gaan we hier overheen, jongen? Ah. Oké, okay, guys. Welkom. Oh shit. Echt. Ja. Volg me op Insta. Dit is aan famous. Hi. Oké, okay, dit is de eerste vlog. Wat? We zijn trouwens in Londen. Ik ben met Monique. En dit is Charlie. Een random guy die we tegenkwamen. Oké. Okay. Ook goedemorgen. We zijn echt heel vroeg opgestaan. Amper geslapen. We gaan nu eventjes wat ze komt te eten en drinken. Hey. Hi. Wat ga jij drinken? Voor de thee, als het. Ja, ik doe het gewoon zo. Ben je blij dat je een wc hebt gevonden? Zo nodig. Ik moet zo nodig naar de wc, hè. Ja, ik ben echt blij. We zijn hier trouwens helemaal alleen. We zijn echt alleen. Het is echt zo chill. Ik ben trouwens echt dom. Ik heb het niet laten weken. Kijk hoe licht dit. Het is gewoon net water. Sukkel. Doe even opnieuw. Doe hem opnieuw. Doe hem hierin. Haal hem uit. Ik drink voor het eerst thee. Ja, echt thee. Weet of niet. Doe het gewoon zo. Kan ook. Ja, ja. Wat gaan we straks doen? We hebben helemaal geen planning. Oké, okay, dit is echt super grappig. We weten dus helemaal niet wat we gaan doen vanavond. Met nieuwjaars. Oudjaars. Oudjaarsavond. Oud en nieuw. Oud en nieuw dus. En ja. We hebben geen kaartje of zo voor een feest. En we weten het eigenlijk niet. Nee. Dus als we iemand tegenkomt die zegt, ah, ga met ons mee, dan gaan we gewoon mee. Ja. Als het gewoon een beetje leuk om normale mensen zijn. Want er zijn genoeg zwervers die met ons mee willen. Zeker waar. Echt zwaar. Where are you going, my loves? Gaat je wel niks aan? Wat vind je ervan tot nu toe? Wow. Heel erg mooi. Ja? Ja. Want hoe lang geleden was je voor het laatst hier geweest? Even rekenen. Ja? Of zo? Oh ja. Kan je nog iets herinneren? Ja, hele rare figuren met hele hoop hakken aan, dat weet ik nog. Maar dat is nu niet meer zo. Gelukkig. Het is echt zo. Wat vind je van Chinatown? Heel erg schattig. Het is wel leuk toch? Ik ga het even laten zien. Oh, we zijn nu net bij het einde trouwens. Doe hem ook. Als vegetariër denk ik niet echt dat je hier blij zult zijn, want je ziet gewoon alles letterlijk hangen. Oké. Okay. Oké, welke kiezen we? Wat is double book? Een kusje? Oh. Of zullen we gewoon normale? Nee. Nee. Gewoon deze is leuk. Deze is leuk toch? Ja. En wat is dit? Allemaal heftig. Rave. Ja, echt hè? Mean and green, heftig. Jij bent mean, ik ben green. Deze is mooi zeg. Lijkt wel van deze op. Ja, echt hè? Zou ik deze doen? Ja. Oké, hoe werkt dit? Ready? Oké, ready. Oké, we gaan wel. Er zijn altijd zoveel leuke optredens van mensen die best veel om geld te verdienen. Het is hier zo mooi. Ik hou echt gewoon van Londen. Nou, wat vind jij ervan? Pretty nice. Ja? Je kan daar al een klein beetje van de London Eye zien. Maar daar gaan we zo denk ik wel heen. Dan kunnen we het beter zien.
Lekker muziekje wel. Echt hè? We gaan niet naar de musea. Ja, ik ben er al geweest en Monique houdt er niet zo van, dus dat gaan we niet doen. Gezellige boel! Dit is echt letterlijk een camping. Is het heftig? Ja? Oh mijn god, ja dit. Wow, hoe kan je douchen? Ik kan hier niet douchen, dat zit niet. Je doucht gewoon in de wc. Oh mijn hemel. Oké, nou, dus dit is onze kamer. Kamer, kamertje. Kamer. Het is wel schattig. Ik bedoel, we slapen hier een paar uurtjes. Nou, top. We kunnen daar de gehandicapte plaats. Dat is ons uitzicht. En voor de rest is het wel chill. Oh mijn hemel. En nu gaan we denk ik eventjes slapen. Ja. We slapen en dan zien we. Steam from shower will activate fire alarm. Dat kan nooit. What the fuck is dit nou weer? Oh my god. Please ensure. Oh, kijk je shirt. Helemaal. Not lijkt wel zweet. Nou ja, was het nou zo. Fucking regen. Ja, het regent echt hard net, hè? Kijk dan. Oh, je hebt nu al geslapen. Ja, ik ga dat gewoon niet aanhangen. Dat gaat toch niet? Hé, hey, mel houden. Ik hoop dat het snel droogt. Heb je trouwens een föhn gevonden? Nee, hè? Nee. Oké, okay, okay. Nou, goed dat je die hebt meegenomen. Straks lekker föhn, hè? Nou, zo zie ik er dus nog uit. En we moeten dus nog gewoon alles doen. Dus dat is echt een beetje kut. We weten nog steeds niet wat voor feest we hebben. Waar we naartoe willen gaan. En we beginnen nu aan onze gin te drinken. Zo, proost, guys. Dus wat wordt het? Junglefeestje? Of dat glitterfeestje, dat was het glitterfeestje. Dat was een 90s feestje. We zien jullie zo op het feestje. Of niet. Dan eindigen we gewoon lekker in bed. Who knows. Oké, what is abnormal about you? Abnormal about me? Yes. I think that was... Wow, ik kan zoveel dingen omhoog. Hey! It's gonna take a lot to have me away from you! Vraag nou, dat is geen microfoon, kom. Oh, trouwens, ondertussen weten we al waar we heen willen. When was the last time you cried about someone? Oké, eerlijk, ik zal zeggen, ik heb over die ene guy die ik laatst over had gesproken. Ja, heb ik wel één treintje gelaten. Welkom. Ik heb het nog gezegd toen. Ik heb het nog gezegd gisteravond bij de bus. Heb ik over gepraat. Ben je het nu al vergeten? Wow! Oh, ja, die dus. Maar, die. I don't give a shit. Precies die. Ik ben nu vriendin. Oké, vriendin. Oké. Where is the weirdest place you've ever peed? Oh, dat wil ik wel vertellen. Dat is echt grappig. Ik heb echt de raarste plek. Dit is echt voor jou. Maar dit mag best terugkijken. Oké, okay, prima. Leuk. Hè? Weet je wat ook er waar Monique voor de gekste plaats heeft geplast? Dat was in Ibiza. Wauw, in Ibiza. Ben je er geweest? Ik wist het. Tanja. Connected. Ja. Oké, sorry. Ga verder met je verhaal. Ik wil je niet onderbreken. Heb je al gedaan. Echt die haar goed, hé. De rok was helemaal, zeg maar, haar rok hing gewoon in de plaat. Zeg maar, nee! Er was zo'n laag. Oh, wow. Mijn hemel. Ja, ik weet wow, het. Wauw, wauw. Oké, Oké, next question. Die is voor mij, trouwens. Ik ben benieuwd.
Mijn eerste seizoen was twee of zo. Maar die jongen is nu homo. Dus ja, dat is een heel grappig verhaal. Ik weet het. Trouwens, hij had verkering dus met een jongen uit Engeland. Heel grappig. Maar dat is uitgegaan, want hij ging daar wonen en dat is nu uit. Echt heel zielig allemaal. Ik ben pas nog tegengekomen bij de sportschool. Oh mijn hemel! Maar... ik heb echt een betere vraag. Under what circumstances... Goh, zomaar tussendoor, random. Under what circumstances... Behind joke, leuk. Would you steal a friend's boyfriend? Antwoord nu. Dat zou ik nooit je doen. Mag, nee, dat mag niet. Nee, echt serieus, ik zou dat nooit doen. Je weet hoe ik ben. Maar stel je, hallo. Stel je wordt verliefd op hem, hè? Hij stelt niet scherp. Wow. Stel je wordt verliefd op deze guy. Echt klein. Je moet even een goede situatie voorstellen. Oké, ik ben met een guy. Oh, ik heb een arm en zo. Ik zou... ik ben met hem. Hij is mijn type. Dat is mijn type. Hij is eigenlijk mijn type niet. En, terwijl ik met hem ben, zit hij heel naar jou te kijken en zo, bla bla. Maar... hij zegt verder niks, hij kijkt alleen. Hij zegt niks. En jij bent echt fucking into hem, want dat is echt helemaal jouw type. Ja, klopt. Oké, true shit. Dus wat doe je dan? Maar... under what circumstances? That's not stealing your boyfriend, because that isn't your type. Wel, want ik ben met hem. Oké. So under what circumstances? Ik weet niet, als ik soort van die klik of zo voel met haar misschien. Zou je hem afpakken van mij? Nee! Eerlijk, ik zou dat echt nooit doen. Eerlijk, weet je wat het is? Dat is gewoon een ongeschreven regel. Luister jongens, dat moet je gewoon nooit doen. Bij vrienden niet, bij oud-collega's niet, nooit. Dat moet je gewoon nooit doen. Luister. Oké, je kan best met iemand zoenen, maar niet verder dan dat. Je gaat geen relatie aan of wat, dat is gewoon not done. Dat wil je gewoon niet. Je kan niet zeggen van, hey, hoe is het met je vriendje? Ja, het is uit. Oh ja, ik heb met hem gezoend en ik deed toevallig nu met hem. Relatie, alles. Nee, dat kan gewoon niet. Dat kan je gewoon niet maken. Dus dat is de les nog die jullie vandaag wil bijbrengen. Gewoon niet doen. Gewoon skippen, next guy. Er zijn nog andere jongens in de wereld. Hij stelt gewoon niet scherp. Ik ben shit met een